Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe les van Dynamic Activities. Wij hebben er heel veel zin in en we hopen jij ook. Als je er klaar voor bent, kunnen we beginnen. Doe je mee? Hoi hoi, mijn naam is Delia van Dynamic Activities en vandaag deel ik weer een leuke kunstvideo met jullie. We gaan namelijk deze eihouder maken voor Pasen. Superleuk! Deze opdracht is bedoeld voor groep 5 en groep 6. Deze kan je gewoon bij je paasontbijtje zetten bijvoorbeeld. En dan kan je je eitje erin zetten. Superleuk. Wat heb je nou nodig? Je hebt nodig een gekleurd papiertje. Ik ga nu een blauwe maken. Een stift. Het leukste is dat hij een beetje dezelfde kleur is als het papier. Plakband. Wc-rol. Een schaar. En een potlood. Allereerst knippen we een klein stukje van de wc-rol af. Het ligt er een beetje aan hoe groot je hem wil hebben. Maar ik denk dat dit wel een leuke maat is. Zo. Dan gaan we ons papiertje tekenen. En kijken welk stukje we af moeten knippen om hem te bekleden. Eerst zet je hem ernaast en dan teken je een streepje tot hoe ver die gaat. En dan rol je hem zo. En dan kan je precies zien tot hoe lang je hem moet knippen. Want dan zet je daar weer een streepje. Zo, ongeveer hier. Hier, en dan heb je het zo afgetekend. Dan knippen we dat uit. Voilà, strookje. En daarmee bekleden we de wc-rol. Zo. Als die niet helemaal recht is, kan je hem altijd natuurlijk nog een beetje bijknippen. Zo te zien heb ik hem ook niet helemaal recht geknipt. Hij matcht mooi met mijn shirt. Dan pakken we een stukje plakband. En dan plakken we het papier vast. Zo, zit het vast. En dan knippen we het eraf. Oep. Dat is stap 1. Dan gaan we de oortjes tekenen. Dan vouwen we het papier dubbel, een stukje. Zodat je maar één oortje hoeft te tekenen, dan kan je er gelijk twee uitknippen. Dan doe je gewoon een lang boogje maken. Zo. Met potlood. En dat knippen we weer uit. Voilà. En dan knippen we hem erin. Zodat we twee oortjes hebben. Die gaan we aan de... Oh, voordat we hem opplakken gaan we met stift deze randjes tekenen. Want als die eenmaal opgeplakt is, is dat veel moeilijker om te tekenen. Yes, dat is hem. Die plakken we op. Natuurlijk niet aan de kant van de plakband, want dat is niet zo mooi. Pakken we weer een klein stukje plakband. Nou, maken we twee stukjes. Zo. En een oortje 2 erop. Voilà. Oh, eentje is iets
hoger dan de ander. Zo, perfect. En nu als laatste hoeven we alleen nog maar zijn gezicht te tekenen. Ik ben super benieuwd welke kleur jullie je eihouder gaan maken. En of het allemaal gaat lukken. Maar ik weet zeker dat dat wel goed gaat komen. Je kan misschien één oogje dicht doen en één oogje open. Dat is ook wel lief. Zo, misschien kleine wimpertjes. En dan laat je één oortje hangen. Dat kan ook nog. Misschien zelfs twee oortjes er hangen. En dan zet je je eitje erin. En dan is die af. Dan heb je je eigen eihouder gemaakt voor Pasen. Nou, heel veel succes met de opdracht. Jullie gaan het vast heel mooi maken. En ik wens jullie heel veel plezier. Doei doei! Dit was het weer voor vandaag. Leuk dat je erbij was. Doe je de volgende les weer mee? Graag tot dan!